Dag allemaal, ik ben Paco Busteros, medeorganisator en initiatiefnemer van de Quistas Ride. Vandaag ben ik hier, Zwembad de Does, bij onze prachtige start- en finishlocatie, omdat we gaan beginnen met de route te verkennen en te peilen, zodat je straks lekker kan fietsen zonder al te veel na te denken en alleen maar pijltjes volgen. Ja, je hoort het goed, dit jaar gaan we weer de Quistas Ride rijden, hè, zoals het heet, op zondag 11 september en we starten om 10 uur de 75 kilometer en 10:30 de 25 kilometer. Jij bent van harte welkom. Dit jaar ook voor inschrijven. Ga je naar onze website. Ergens verschijnt een knopje. Dan kan je daar drukken. Dan kan je alvast naar de inschrijfformulier gaan. Als je dat doet voor 4 september, maak je 4 kans op een geheel verzorgde wielerkliniek van Bike Control. En natuurlijk alles voor het goede doel. Hè? Al dat opbrengst die wij hebben gaat in zijn geheel naar het instituut Asbestslachtoffers. Dus kom mee, fiets. De enige route die echter zowat geen stoplichten heeft. Maar twee stoplichten de hele route, 75 kilometer. Dus daar kan je ook lekker doorrijden. Voor de familie, altijd gezellig. Lekker kopje koffie, lekker bakje thee of met taart bij de Zijlstroom. Dus kom zondag 11 september, schrijf alvast in. En ik zie je dan. Hey, doei!